Goedenavond. Eerst en vooral hartelijk dank om aan te sluiten bij dit webinar over hoe spectrale CT het verschil kan maken voor uw patiënt. Mijn naam is Rolf Rijnmakers, clinical specialist CT bij Philips en ik heb het genoegen om hier vanavond samen te zitten met dokter Michael Torfs, actief bij het Algemeen Ziekenhuis Rivierenland in België. Dr. Torfs is radioloog met inmiddels meer dan acht jaar ervaring in de klinische praktijk. Hij heeft in het bijzonder uh, interesse in workflow efficiëntie en technische innovatie. Iets wat hij ook ingang laat vinden in de dagelijkse praktijk van de afdeling waarop hij werkt. Dr. Torfs, u werkt inmiddels al acht maanden met de Philips Icon Spectral CT en zal straks uw bevindingen delen aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Van harte welkom daarvoor en bedankt voor uw aanwezigheid. Dank u wel. Goedenavond. Voor we de bevindingen van Dr. Torfs doorlopen, eh, bijt ik de spits af met een bredere introductie van de Philips Icon conspector CT, waar ik vooral op de technische details zal focussen. Indien u tijdens dit webinar vragen zou hebben, kan u deze steeds via de Q&A tab delen en proberen we hier aan het eind op terug te komen. Of, uiteraard, kan u ook steeds contact opnemen met een van mijn collega's. Icon Elite Spectral CT. Ja, de vraag is waarom? Waarom zouden wij nu op de trein moeten stappen die Dual Energy heet? Waarom is er opeens zoveel interesse, hernieuwde interesse bijna lijkt het wel, in Dual Energy? Waarom? We doen al 40 jaar CT. Waarom missen we iets? Waarom moet ik daar nou aan beginnen? Een belangrijke overweging wanneer u aan het begin staat van een nieuw CT-dossier. Die vraag kun je op verschillende manieren beantwoorden. U kunt de literatuur lezen en er zijn heel veel publicaties inmiddels daarover. U kunt het ook op een andere manier proberen in te leiden. Dat, dat probeer ik nu te doen. Hier ziet u drie beelden in het zwart-wit. Dit zijn dus drie CT-beelden. En vergelijk dit met een, bijvoorbeeld een tumor follow-up, tijdpunt 1, 2 en 3. Of vergelijk dit met een triple phase studie van de lever. Nou, het, is grijs, het zijn grijswaarden. En uh, nou, u moet hier nou een, een, een diagnose maken. U moet hier nou uh, besluiten welk plaatje hoort nu bij de zomer, welk plaatje hoort nu bij de herfst en welk plaatje hoort nu bij de, bij de, bij de lente. Nou, in grijs tinten is dat niet altijd eenvoudig. En Houndful Units geven niet altijd het antwoord. En dan gaat u naar andere dingen kijken. Dan kijkt u bijvoorbeeld naar het aantal blaadjes aan de bomen. Zijn er blaadjes aan de bomen? U gaat kijken naar hebben de mensen een jas aan? En u ziet wat beamhardening uh, boven hier op het dak. Wat de boel ook nog eens kan uh, uh, bemoei, uh, bemoeilijken. Dus u komt er gewoon niet altijd uit. En wat doet u als radioloog? Als u een, uh, een rapport schrijft en u moet een diagnose maken. en u, komt een, u bent niet zeker over de benigniteit uh, van een lesie. Ja, dan zult u toch een andere test uh, moeten aanroepen. en de patiënt moeten doorverwijzen. voor een re of misschien een andere modaliteit, zoals MR of ultrasound. Maar als je nou, die extra, als je nou toegang hebt tot een extra laag informatie. in dit geval kleur dan wordt het voor iedereen duidelijk 100% zeker, 100% confidence dat linksboven uh, bij de lente hoort, middenonder bij de herfst en rechtsboven bij de zomer. En dat is eigenlijk precies wat Dual Energy, en wij noemen dat Spectral CT, uh, gaat doen voor u als radioloog. Met één, uh, één enkele scan uh, geven wij u uh, heel veel meer informatie, waardoor u in heel veel gevallen, in veel meer gevallen dan vandaag, tot een 100% confidence uh, level komt voor het maken van een diagnose. Een soortgelijk iets is. Uh, ja, dit, dit is bewezen. De, althans, dit is nog niet gepubliceerd, maar dit is een, een, een orale presentatie geweest op de ESC de e -E -E in Denen afgelopen maart. En dit is een studie uit, uh, van de groep Aarhus uh, University in Denemarken. De studie is nu klaar. Uh, die die omvatte 500 patiënten, maar dit zijn preliminary results en dit is gebaseerd op 93 patiënten. Wat hebben zij gedaan? Nou, in Denemarken, in in de buurt van Aarhus, zijn alle patiënten met vermoeidheidssymptomen en, uh, en gewichtsverlies, die zijn door de huisarts verwezen naar de Occult Cancer uh, Kliniek in de universiteit. Nou, al die patiënten die zijn, die hebben een, een arteriële en een portaalveneuze uh, CT ondergaan van thorax, abdomen, pelvis. De radiologen, meerdere, hebben al die CT's gelezen, alleen conventioneel. Drie maanden later, om, om, om natuurlijk elke bias te voorkomen, drie maanden later zijn de radiologen opnieuw blootgesteld aan diezelfde studies, maar waren er spectral maps aan toegevoegd, dus dual energy informatie werd er aan toegevoegd. En toen hebben ze weer een diagnose gemaakt. En die diagnoses zijn naast elkaar gelegd. En dan het interessante is: wat zie je? Wat hebben zij gevonden? Er zijn uh, en dit is nogmaals preliminary op, op 93 patiënten. Wat hebben zij gevonden? Vooral eerst zagen zij een, 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 een Significant uh, grotere uh, uh, sensitiviteit voor het detecteren van uh, kankers of recurrence van kankers. Nou, dat is natuurlijk al een heel belangrijke bevinding, want al, ja, niemand wil kanker vinden. Maar als je de patiënten scant, op zoek naar, dan zou je wel die patiënten willen scannen met een techniek die de hoogste sensitiviteit heeft. om die, te, om die uh, eventuele letsels uh, te visualiseren. Een andere belangrijke bevinding was ook. In die, in die patiëntengroep hadden ze 104 benigne lesies gevonden. Uh, na het lezen van conventioneel en spectrol samen. Echter, toen ze alleen naar de conventionele beelden gekeken hadden. wisten ze maar uh, in 60% van die 104 lesies zeker dat het benigne letsels waren. Toen zij spectrol toevoegden ging dat percentage van 60%, dat steeg naar 90% van uh, zekerheid dat die lesies benignen waren. Dus dat is wel uh, een aanzienlijke uh, verbetering. En uh, ja, dat, dat zou mogelijk kunnen leiden tot het minder doorverwijzen van uh, patiënten naar uh, andere modaliteiten. Een laatste manier om te gaan kijken naar uh, waarom zou ik nou aan Dual Energy moeten, is bijvoorbeeld: uh, ja, als je gaat kijken naar het lijstje van wat zijn nou de pijnpunten iedere dag die wij tegenkomen in CT. Nou, uh, ik hoef er niet al te ver over uit te weiden, iedereen is geschoold hier aan, in deze webinar, maar we herkennen allemaal uh, patiënten waarbij de CTA mislukt, of we moeten een, een CTA longenbolprotocol protocol doen uh, met een patiënt met een hele slechte GFR, en dan moeten we 50 met 5 geven of 60 met. Met 4, ja, en kunnen we dat wel? Dus uh, hè, soms hebben we hele fragiele vaten en hebben we maar een blauwe venflon. Ja, dan kan ik geen 4 cc per seconde doorgeven. Ja, kan ik dan wel een CTA doen met 1 cc per seconde? Het zijn allemaal dilemma's. We hebben nooit de grijs-witte stofdemarcatie die we zouden wensen in CT. Daarvoor gaan we naar MR in het brein. Hè? Maar ja, dat is een beperking. We zien ook, uh, zien we alle lezers op CT? ja, we weten inmiddels dat dat niet zo is. En als we, al, als we ze al zien. kunnen we ze dan ook accuraat meten. Wat belangrijk is bijvoorbeeld. als je therapiemonitoring wil gaan doen. kunnen we altijd uh, het, het weefsel goed karakteriseren. Bijvoorbeeld na een trombectomie. Uh, uh, in, in een strookpatiënt. Er wordt een trombectomie gedaan. En na de trombectomie, een paar uur later, komt de patiënt terug op CT. En u ziet een grote witte vlek. En dan denkt u, ja, is dat nou vers bloed? Is het een hemorragisch uh, gebeuren? Een reperfusiehemorrhage? Uh, of is het steening? Ja, dat kun je met single energy CT niet oplossen. Incidentals, u kent het vast wel. U scant heel veel patiënten met vraagstelling diverticulitis van de EHBO. U scan dan alleen portaal veneus. U doet geen blanco. Dan doet u portaal veneus en dan, ja, dan ziet u een vergrote bijnier. Hè, had ik nou maar een non-contrast scan, want dan kon ik lekker een eroïetje in de bijnier trekken. En was de handvielwaarde beneden 10, dan was ik klaar. Dan was het een adenoom. Nu moet ik een extra stap zetten, want wie weet is het wel een, 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 een bijniermetastase of een tumor. Uh, we hebben allemaal te maken met beamharding-artefacts. Vooral in, het, in, het, in, het, in de posterior fossa. We zien uh, zwarte uh, streaks uh, door de stam en het cerebellum. Die is niet fijn. We hebben altijd last van metaalartefacten. En last but not least, stralingsdosis is ook uh, van belang. En die moeten we zo laag mogelijk houden. Alara. En uh, dat geeft dus allerlei uitdagingen. En al deze uh, dingetjes die ik hier uh, genoemd heb, die kun je eigenlijk allemaal linken aan de single energy nature van uw scanner vandaag de dag. Dus als je dual energy gaat doen, dus nogmaals, zoals wij het spectrum noemen, dan kun je al deze boxjes kun je checken. Dus daarmee wordt het leven van een uh, laborant uh, prettiger, want hij hoeft minder te rescannen. Uh, het leven van een radioloog wordt prettiger, want hij hoeft... Hij, 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 heeft, hij kan uh, meer doen. Hij krijgt een verbeterde beeldkwaliteit. Hij kan... Uh, meer confidence krijgen in een diagnose, maar misschien nog wel het allerbelangrijkste: dit, dit verbetert ook de kwaliteit van zorg. En de patiënt, die, die hoeft bijvoorbeeld minder onderzoeken te ondergaan, of, of uh, ja, er komt een betere diagnose uit, of die hoeft niet uh, nog een keer een contrastbolus te krijgen uh, voor een CTA-PE die mislukt was. Hoe gaan we het doen? Nou, we praten dual energy, dus je hebt twee energiedatasets nodig. Nou, er zijn uh, verschillende fabrikanten en iedere fabrikant heeft een eigen uh, pad uh, gekozen om dat te doen. Um... De Philips-methode is één buis, één detector. Maar de detector hebben wij veranderd. Hebben wij wat aan geknutseld. Hebben we twee lagen aan gemaakt. Daarover zo meer. Er zijn andere uh, bedrijven die doen dual energy gebaseerd op de buis. Dat noem ik source-based dual energy. Dat kan door bijvoorbeeld met twee buizen te scannen. En ieder met een verschillend kilovolt. 180 en 140 bijvoorbeeld. Of je kunt heel snel met één buis schakelen tussen 80 en 140 kVp. Je zou ook twee rondjes kunnen draaien. Eén rondje met 80 kVp en één rondje met 140 kVp. De zogenoemde spin-spin. Nou, uh, bij Philips hebben wij gekozen voor een uh, detector-based uh, approach. Dus wij raken de buis niet aan. Um, wat hebben wij gedaan? Bovenop de bestaande detectorlaag, en dat heeft iedereen uh, in zijn CT-systeem vandaag de dag zitten. Dat is die blauwe, dat is die blauwe laag. Dat is, tradition, dat is een solid state-materiaal. Dat is gadolinium oxasulfide. Dat heeft iedereen. Nou, wij hebben er een laagje bovenop gelegd. En dat laagje bovenop is yttrium. En yttrium is een, een zeldzame aarde. En dat is heel sensitief voor het absorberen van de laag-energiefotoon. Dus de, energie, de fotonen die uit de patiënt vallen die, uh, en op de detector, de laag-energiefotonen worden opgevangen door de yttrium. En, die, uh, en de en de fotonen die penetreren die bovenste laag en die eindigen in de onderste laag. Dus op deze manier uh, verkrijgen wij aan de detectorkant twee uh, datasets, een van hoge en een van lage energie. We kunnen ze bij elkaar optellen en dan eindigen wij gewoon, of ik zeg gewoon, dan eindigen wij met een conventioneel plaatje wat niet veranderd is, wat niet anders is, wat exact dezelfde beeldkwaliteit en Hounsfield units heeft, alsof je een patiënt gescand hebt met een single layer detector. Wat gaan we brengen? Wat komt er op u af als radioloog zijnde? Nou, niet schrikken van de volgende slide. Er komt vrij, vrij veel op u af. Ja, CT, maar dat is niet, niet ongewoon, want u bent al gewend met de MRI. Elk jaar komen er een nieuwe sequences. Hè? Je kunt een T1 en een T2 en een steur en een, een vetsuppressie. En iedere uh, sequence op MR heeft waarde in het aantonen van een bepaald ziekteveld. Zo gaat het nu ook met CT. Bovenop conventioneel, wat ik hier, uh, wat ik hier uh, laat zien hieronder het conventionele beeld dat komt ongewijzigd bij elke patiënt gewoon door, uh, maar dan geven, hebben wij toegang tot al deze mapjes. Ik ga er even doorheen en dan kunt u zometeen de casuïstiek beter begrijpen. Mono E, ik moet eigenlijk zeggen virtueel mono E, dat zijn plaatjes alsof je de patiënt gescand hebt met één single energy. Dat doe je niet natuurlijk. Je scant met een polychromatische bundel, maar je kunt plaatjes uitrekenen in dual energy mode alsof je ze met één single energy gescand hebt. En dan wil ik dat u onthoudt laag mono-e is 40 kiloelektronvolt Kef. dat noem je geen kvp maar dat noem je kef. en hoog mono-e is um, uh, bijvoorbeeld 150 uh, kiloelektronvolt laag mono-e wordt gebruikt om jodium te boosten hoog mono-e wordt gebruikt voor artefact-suppressie. de volgende map is jodiumplaatjes daar hebben we dat zijn plaatjes dat uh, die later als je daar een roi trekt dan zie je dan meet je geen handvol units... maar dan meet je milligram per milliliter jodium dus dat is heel fijn. Je kunt nu zien is er daadwerkelijk jodium en zo ja hoeveel. Dus dat is uh, erg handig uh, en zeker in het oncologie domein. U zult daar straks voorbeelden van zien. De derde is virtueel non-contrast (VNC). Dat is een plaatje uh, uh, alsof je een echte non-contrast gescand hebt. Dat heb je niet, maar we hebben een contrast CT en daar rekenen wij het contrast uit. uit. Dit, laat je, dit staat toe om bijvoorbeeld een trifasiesprotocol te wijzigen in een bifasiesprotocol. Stel dat je een trifase uh, endovasculaire uh, aortic repair follow-up doet, dat kan een bifasies of zelfs een singelfasis worden. Of bij een portaal van de studie van de EBO krijg je gratis en voor niks toch een blanco erbij. Dat is fijn. Het volgende mapje is Z-effectief. En dan moeten we terug naar scheikunde van de middelbare school. En dat is, staat voor, de Z staat voor atoomnummer. En dit mapje um, berekent um, zeg maar een gemiddelde uh, atoomnummer in een voxel En in een voxel kunnen allerlei verschillende materialen zitten. Daar kan vet in zitten, daar kan kalk in zitten, daar kan jodium in zitten. Nou, jodium heeft een atoomnummer van 53. Dus als jodium in een voxel draineert, dan wordt die Z-effectief in dat voxel erg hoog. En dan krijgt dan een corresponderende kleur. En zo kun je die plaatjes uh, lezen. Deze zet-effectief is erg fijn. En dokter Torres gaat er straks een voorbeeld van laten zien. Bijvoorbeeld om cholesterolstenen uh, aan te tonen. Uric acid. Een, een leuk mapje. Dat uh, laat heel makkelijk zien. Of een steen in een nier, bijvoorbeeld verkalkt is. Of dat die van urinezuur is. En dat is voor een uroloog van belang. Want die kan besluiten. Uh, die, die kan dan besluiten. Nou, ik ga geen uh, ESWL doen. Maar ik, ga, uh, ik moet de patiënt medicamenteus behandelen. Of we zien allemaal de patiënten met zo'n zo cluster van densiteiten rondom de grote teen of in de pols. En dan, 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 dan wil, je, wil de reumatoloog weten, is dit nou uh, uric acid? dus Hebben we nou te maken met goud of is het pseudo-goud? Ja, dan zou je naar het bloedbeeld kunnen kijken. Ja, niet altijd conclusief. Je zou een aspiratiebiopt kunnen doen. Zijn ook vaak vals negatief, omdat je de kristallen niet kunt isoleren. Je kunt ook een dual energy doen. En je drukt met één druk op de knop, kun je zien of het uric acid is of dat het calcific is. De laatste map die ik wil bespreken is calciumsuppressie. Calciumsuppressie. Is een, is een map wat beenmerg uit deem laat zien. Erg fijn, tot, tot, tot voor kort alleen maar voorbehouden aan MR, uh, maar nu met CT kun je uh, met één druk op de knop het conventionele plaatje veranderen in een, in een calcium suppressie plaatje en kun je bijvoorbeeld occulte fracturen in een heup of in een enkel aantonen of, of kijken of een wervelfractuur oud of vers is. Nou, laten we even um, naar twee, drie klinische voorbeelden kijken. Ik heb hier één voorbeeld staan um, uit de Universiteit van uh, Basel, van professor Hofman. Dit was een patiënt die op de MR geweest was en daar hadden ze een, 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 iets in de buik gezien. Dus die patiënt is verwezen um, voor een CT-entrogram. En uh, dit is de arteriële fase. En ik heb op de ASN altijd de radiologen laten focussen op conventioneel alleen. Dus even niet naar kijken, maar kijk alleen even naar conventioneel alleen. Nou, ze zien arteriële aankleurende lesies in de lever. laat ik u nu even niet zien. Maar ze zien ook deze twee letsels, intraluminaal en extraluminaal. Ja, dat is kartsinoïd. En dan, dan vraag ik, oké, okay, is dat alles? Ja, dat is wel alles. Ik zeg, zullen we nou eens naar laag mono-E kijken? Dus laag mono-E, ik heb u verteld, 40 kef. Ik krijg maximale jodium boosting. Zie, de iliaca zijn knetterwit hier. Ik zie deze lesies veel beter. Maar kijk nou, ziet u? Deze lesie hier is nu heel duidelijk zichtbaar. Iedereen wijst dat ding aan. Hè? Dat had ik daar niet gezien. Dit is de intramurale neuroendocrine tumor. PET was negatief negatief vanwege de maat van de lesie. Het was een kleine lesie. Als je dus nu laag mono E gaat, het plaatje ziet eruit alsof je het licht aanzet. Alle lesies springen gewoon uit je plaatje en dat maakt de leestijd ook nog eens korter, maar ook de kwaliteit van je diagnose gaat omhoog. Eén voorbeeld hieronder zie je dus die andere mapjes hier linksonder V en C. En dit is gedaan met Spectral Magic Glass On-Pax. Met één klik kunt u deze plaatjes op uw paks uh, naar voren toveren. Kijk, V en C, er is het contrast uit het plaatje. Dus we weten nu dat het een aankleurende massa is. Dat het geen voedsel is of, of medicatie. MonoE70 is hetzelfde als 120 kVP. Dus dat doet niet zoveel. Dit is een jodiumplaatje. Nou, hier is dus milligram per milliliter. Als ik hier een ROI zou trekken, zou ik meten 3 milligram per milliliter bijvoorbeeld. En hier zet effectief, ziet u. Als er heel veel jodium in een, in, op een plaats zit, dan, dan stijgt het atoomnummer. Dat ziet u hier. Heel hoge concentratie jodium in de aorta. Hier in de lesies. En ook hier in dat intramurale, componentje, intramur, intramurale neuroendocrine tumor. Zo werken die MAPs. En zo kunt u ze heel eenvoudig oproepen op de Pax. Een andere case, een heel interessante casus uit. Brussel, uh, van uh, professor Dansen. En dit was een patiënt naar hem verwezen met verwijder galwegen. Uh, en dan doe je natuurlijk een trifasisch protocol, zo ook uh, Dansen, professor Dansen. En uh, er kwam eigenlijk geen uh, conclusie uit. En professor Dansen, die heeft deze scanner en die geeft niet op. En hij zegt er moet toch iets te zien zijn. Dus hij focust zijn aandacht op de pancreaskop uh, Hier is dat, dat Spectral Magic Glass op onpaks gefocust. en kijkt hij naar VNC. Nou goed, daar is het contrast uit. Maar hij is naar laag mono-e gegaan. En met laag mono-e, ziet u? Daar zit de aankleurende lesie. Die u hier niet ziet. En u kunt misschien naar een nauwe window gaan, en iets dikkere koepen, maar geloof me, u ziet het niet. Nu ziet u het wel. Op een iodine density plaatje, milligram per milliliter, naar de lesie springt u uh, tegemoet. En ook op z-effectief. Je ziet u hem weer zitten. Professor Dansen had nu, ja, en het is ook geen... geen oh, Again, het is ook weer geen voedsel in duodenum of wat dan ook. Nee, dit is echt een aankleurende lesie. Professor Dansen dacht nu: Ik ga deze patiënt niet naar mr. Sturen, nee, deze patiënt ga ik naar de gastroenteroloog sturen en we gaan een endoscopische echo doen. Uh, zo gebeurde en de endoscopist heeft de lesie gevonden, heeft gelijk omdat het dicht bij de hier, hier zat bij de papil. Heeft daar dus een, een, een biopt gedaan en er kwam inderdaad uit dat het een, een, een ampuloma was. Nog benichte, maar die dingen worden vaak maar dus je kunt ze beter vroeger dan helemaal niet. Dus dit laat zien dat je lasjes gaat vinden, hè, verhoogde sensitiviteit en het vinden van lasjes die je eigenlijk op het driefasisch protocol eh, niet vindt. Nog een, uh, sorry, naar de volgende koepen. Ik ben even kwijt, zo gaan we. Excuseer. Dit is een voorbeeld van beenmerg uit deem. U ziet hier uh, uh, twee gecomprimeerde wervels. En dan, uh, dat ziet u op x-ray, dat ziet u op CT. Maar dan, uh, ja, de, de verwijzend arts wil weten: ja, zijn, ze, zijn het oude compressiefracturen of zijn het verse? En de historie van de patiënt is niet altijd eenduidig. Ja, dan zie je met CT dit. Ja, inderdaad, compressiefracturen. Maar zijn ze nou vers of zijn ze oud? Ja, dan zult u in, in de meeste gevallen toch naar de MR moeten gaan om beenmerg uit deem aan te tonen. Wel, dat zou u moeten doen, maar dat hoeft u nu niet meer te doen, dat mag nog wel, maar het hoeft niet meer, want zoals ik hier aantoon, um, er zit iets wat vertraging op hier zie ik, kijk hier, dit is een gecomprimeerde wervel, maar ik zie hier geen uideem in, dus dit is een, 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 een chronische compressiefractuur, en hier op het calciumsuppressieplaatje zie je uh, hetzelfde als MR, dus MR-verbit, je ziet de verhoogde signaalintensiteit kan natuurlijk helemaal niet op CT, maar alsof, eh, zie je hier het b merge Dus nu kunt u, eh, is de kwaliteit van uw rapport gaat omhoog, want u kunt nu echt duiden dat deze patiënt een acute fractuur heeft. Dus die moet gezien worden direct door een neuroloog, hetzij orthopeed, Al lang eh, de praktijk in uw ziekenhuis. U kunt dat ook in kleur doen, het hoeft niet. Het geld zit in dit plaatje, maar dit is altijd leuk om naar te kijken. Alles wat ik tot nu toe verteld heb, al die mapjes, die krijgt u. In elke patiënt. Of het nou gaat om een, uh, een neonaatje van drie dagen oud. met een cardiovasculaire anomalie. dat doen we gewoon met de ICON. Dosisneutraal neutraal. Is bewezen. Um, gaan we hele dikke patiënten scannen. Dit is een hele forse patiënt. BMI 68. Die kunnen wij zonder enig probleem op onze scanner zetten. Andere systemen die, die source-based dual energy doen, hè, dus die de buis gebruiken om dual energy te acquireren, kunnen deze patiëntenpopulatie niet scannen. Omdat de 80 KVP, uh, de lage energie dataset, simpelweg niet penetreert door een obes uh, lichaam. Dus die hebben allemaal een stopcriterium van bij wijze van spreken, niet zwaarder dan BMI 40, want anders mislukt. Um, anders mislukt onze dual energy acquisitie. Nou, we hebben uh, waarom zet ik hier in every mode? Dat bedoel ik mee, we doen het in standaard resolutie en we doen het ook in high resolution. En dat wil ik als ik naar high resolution chest kijk, maar vooral ook als ik naar bot ga kijken. Dan wil ik hoge spasresolutie van mijn bot hebben, maar ik wil ook BMR deem willen zien, bijvoorbeeld. Dus ja, ik wil het ook in high res kunnen. Dat kan niet iedere vendor. Um, we hebben een full field of view spectral, 500. Dus altijd in elke patiënt 500 field of view, geen enkel probleem, heeft ook niet iedereen. En, maar misschien nog belangrijker, wij doen dit alles zonder enige penalty. En daar hebben niet veel mensen het over. Maar het is super belangrijk. Detector-based techniek is de enige techniek in Dual Energy, waarbij je de protocollen niet verandert, waarbij er de rotatietijd blijft zoals die is, waarbij de pitch blijft zoals die is. Er verandert helemaal niets. Andere uh, dus source-based systemen moeten hun scanner altijd vertragen als ze dual energy gaan doen. Je moet het van tevoren aanzetten. Punt 1. Punt 2, je moet het gaan vertragen. Wat betekent dat, Rolf? Nou, dat betekent dat als jij een rotatietijd hebt van punt 3, voor torg door mijn Pelvis, ga je naar dual energy. Ja, dan zul je naar punt 5 moeten of punt 8 rotatietijd. En je zult de pitch moeten verlagen. Dat betekent dat de scantijd um, aanzienlijk uh, verlengd wordt. Um, een voorbeeld te geven uh, op onze CTA-PE-studies, 25 centimeter, doen, dat, dat doen we met een punt 27 seconde uh, rotatie. We scannen met een pitch van 1,1. Dat betekent dat wij in anderhalve seconde een thorax gescand hebben in een patiënt uh, die bijzonder kortademig is. Full field of view met spectrale resultaten. Dus wij hebben geen enkele penalty en dat is helemaal belangrijk. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar cardiale beeldvorming, detector-based CT kan als geen ander cardiale eh, beeldvorming doen. Dit is een voorbeeld. Ten eerste al het bewijs. We hebben hier coronaire beelden. We hebben laag mono E. We kunnen het nu zelfs met zeer lage volumes en zeer lage flow doen. Dus als u patiënten hebt waarbij wij u coronaire wil afbeelden, maar die eh, een, een nierfunctie eh, gecompromitteerd zijn, je kunt ze nu gewoon scannen met lage dosis. Een lage dosis jodium is fijn, want je krijgt niet die streek artefacts van dat dense contrast. Een ander voorbeeld is dit. Kijk, dit is het moeilijkste wat je kunt doen op CT. Hè? Uh, een patiënt met stents in de rechterkransslagader... en dan wil je kijken, is er instant restenose? Nou, daar kun je over discussiëren om dat te doen... maar als je het doet, dan loop je soms hier tegenaan. En u ziet hier, in de, nou, de distale stent ja, wordt al moeilijk... ook qua diameter, ik weet het niet. Distale flow zegt eigenlijk niks. Dus hier ben je niet zeker. Hier, ja, hier ziet wel iets hier in het distale stuk... Hè, van, die, van die tweede of die derde stent in de RCA. Maar ja... Is dat nou uh, beamharding-artefact? Is dat nou wat? Dat weet je dus niet, hè? want, want beamharding speelt een rol in single energy. Nou, dan, dan veranderen we het plaatje toch gewoon in een iodium, in een iodine no water Kijk eens hier naar die distale stand. Er is totale, of, of nagenoeg, geen blooming meer. Ik, heb hier een, ik ben hier 100% zeker van dat er niets in zit. Dat dit een normale, doorgankelijk segment is. En inderdaad, hier op onze scanner. Uh, omdat wij alles in het projectiedomein doen, wij, kunnen wij het beamhardingprobleem volledig oplossen. Dus dit is geen beamharding. Dit is absoluut, absoluut een significante instant restenose. En deze patiënt moet dus uh, legitiem naar de interventiekamer. En dat is ook gebeurd. En dan ziet u hier de, ex, de, 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 de exacte correlatie met het beeld wat wij met iodine No Water doen. Nou, nog een laatste cardiale toets. Dit is een patiënt met ja, Mag misschien niet op CT. We hebben het wel gedaan. En dan zie je... Uh, dit, is de, dit is de CTA, hè. In rust... En op de LAD laat ik nu niet zien, maar op de LAD zagen we de, de Culprit lazy, een gerupereerde plak in de proximale LAD. Maar als je dan verder gaat kijken, dan als je focust op dit linker plaatje, hier linksboven, zie je eigenlijk geen verschil tussen het septum en de anterior wand en de, en de laterale wand. Hè? En, uh, dus je denkt, ja, dat, dat myocard ziet er allemaal wel, wel goed uit. Maar kijk je dan naar laag mono-E, wat wij gewoon standaard doen, uh, zonder, zonder enige. Uh, inlevering van temporele resolutie. Hè? Uh, hier ziet u heel duidelijk... het verschil tussen het septum en de laterale wand. Dus hier is absoluut wat ischemie aan de hand. Dat kunnen we ook met dat kleurenplaatje doen... Hè, met set effectief er komt minder jodium hier. Dus uh, krijg ik ook een lager effectieve toonnummer. Dus komt daar ook een oranje kleur. Het geld zit in dit plaatje. Dit is een, een, een fusieplaatje... van... Uh, van uh, uh, hier de, de, het septum... Is, is paars en paars, kijk ik hier naar rechts, daar zit dus um, minder jodium mee. En dat kun je ook kwantificeren. Dus zo kun je nu zien dat hier uh, dat dit stuk gewoon um, uh, is chemisch is. En dat, en dan kunt u de volgende stap zetten: je kunt een stress-CT doen. U ziet, spectraal heeft heel veel waarde in cardiac, vooral op het gebied van uh, stand-imaging en uh, bijvoorbeeld in uh, myocardial imaging. First pass perfusion, stress perfusion en delayed enhancement. Nou, uh, nog een paar slides. Het laatste is, gaat eigenlijk over workflow. Je kunt een hele mooie techniek hebben, maar als je dat niet goed naar de klant, uh, de radioloog, brengt, dan gaat dat niet geaccepteerd worden. En dat hebben we van velen gehoord. Veel mensen hadden toegang tot Dual Energy, maar gebruikten het niet omdat het erg, erg uh, gecompliceerd was. Nou, op ons systeem is dat niet zo. Vooral eerst uh, reconstrueren wij alle maps op de scanner zelf, zonder enige. Aan de console. Maar we geven de radioloog ook toegang tot een prachtig toeltje. De radioloog u kunt zich voorstellen: u zit op de Pax, u leest een dataset en u ziet met oplaag Mono E, die wij standaard doorsturen, ziet u een lesie En dan wilt u even de, het jodiumgehalte bepalen in die lesie of is het wel jodium Dan kunt u met één druk op de knop op uw Pax, en het maakt niet uit of het Philips Pax is of elk ander Pax. U drukt één met één druk op de knop, krijgt u dit pop-up window komt midden voor u te staan op uw pakscherm. en u heeft toegang tot alle spectral maps met een vingerklik. Dus u kunt van links naar rechts, van boven naar beneden. U kunt het plaatje veranderen van jodium naar z-effectief naar uric acid. U maakt een diagnose, u trekt een ROI. Oh, ik zie dat het urinezuur is. U drukt op het knopje save en het plaatje wordt gesaved naar pax. Of u kunt heel de serie save naar de pax en klaar is case. U sluit het window en u gaat door met lezen. Dat is viable uh, dual energy. Um, evidence, er is heel veel evidence. Ja, we hebben al, 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 al. Het is een iets oudere slide alweer, maar we zitten boven de 150 installaties wereldwijd. We hebben 30, meer dan 30 research partners. Maar dit is eigenlijk het belangrijkste. We hebben al heel veel uh, recente publicaties over dual energy uh, in peer-reviewed journals. En het meeste kunt u vinden in European Journal of Radiology. Maar ik kan lang praten. Uh, waar ik me, ik, maar ik ga de proef is in de pudding uh, de proef zit in de cases dat gaat dokter Torfs uh, zo uh, met u doornemen ik wil nog één laatste ding zeggen dat is eigenlijk gebaseerd op, op stralendosis dat is natuurlijk um, um, uh, van belang um, ik, zeg, ik zeg zo um, deze scanner de Icon Spectral Detector CT die maakt maximaal gebruik van elk foton dat je door een patiënt stuurt dus in plaats van alleen maar naar conventionele beelden te kijken, gaan we ook kijken naar laag mono-E, naar jodium, naar Z-effectief, naar b merk -redeem. Dus deze scanner maakt het meest efficiënt gebruik van elk foton dat je door uh, een patiënt stuurt. En ik denk dat in, in deze tijd van radiationfobia dat ook een heel belangrijk uh, statement is. Um, hier wilde ik het bij laten. Ik dank u voor de aandacht en ik geef heel graag over aan uh, dokter Torres die u gaat meenemen uh, door een reis van zijn uh, praktijk. Goedenavond en dankjewel voor deze mooie uiteenzetting, eh, Rolf. Mijn naam is Michael Torfs, ik <coughs> ben radioloog in AZ Rivierland, eh, Campus Rumst. Eh, ik bezien mezelf als een echte allround radioloog, dus ik doe heel veel verschillende eh, onderzoeken. Ik heb zelfs, ja, doe nog altijd veel meer MRI dan CT. Eh, dus ik ben zeker geen dedicated CT-specialist, maar ik zou graag vandaag met jullie mijn ervaringen delen van de, de, de eerste maanden die we hebben gehad met onze spectrale CT. Het belang van dual energy en spectraal CT voor de radioloog. Voor ons is het eigenlijk een intellectuele uitdaging. Dus we gaan nieuwe technieken implementeren die al ontwikkeld zijn. Uh, maar we gaan ook proberen nadenken over verdere applicaties van dual energy die er nog niet zijn. En waar wij misschien zeggen van ah, voor een bepaalde indicatie kan dat wel interessant zijn om het op die manier uh, aan te pakken of dat te ontwikkelen. Voor de patiënt uh, verkrijgen we meer en beter informatie voor hetzelfde onderzoek. Um, <kijf> en ondanks dat het dual energy is, gaan we. Een, een lagere dosis van ioniseerde straling krijgen. Dus we gaan minder ja, heronderzoeken hebben op CT. We gaan ook minder scans uitvoeren tijdens dezelfde CT-scan, dus minder fases eigenlijk. Waarom hebben we nu spectraal CT gekozen en waarom ja, blijven we erin geloven? Voor ons het allerbelangrijkste is van in het begin dat het bij de, elke patiënt aanstaat. Dus wij gaan elke patiënt waar, waarbij er een CT-scan is gebeurd, die heeft een duo ng ct scan gekregen. Um, ik weet dat er andere systemen zijn. Er zijn veel ziekenhuizen die ondertussen dual energy systemen hebben, maar het veel te weinig um, gebruiken. En dat ligt natuurlijk ook aan het gebruiksgemak. Maar bij ons is het feit dat het staat altijd aan, dus we gaan het altijd gebruiken. We gebruiken ook heel vaak de virtual non-contrast beelden, zoals dat Rolf uitlegde. Dus eigenlijk een virtueel blanco CT-scan. En daarmee gaan we onze ja, bestellingsdosis eigenlijk serieus um, reduceren. Omdat we in al onze multifase CT-scans onze blancos vervangen. Door virtual non-contrast. Dus trifase-CT's worden bifase-CT's zijn vaak patiënten die follow-up-onderzoeken um, krijgen. Dus ja, als we, vaak, we zijn meer en meer bezig over cumulatieve dosis. En daarbij gaat het aan het einde van de rit gaat er een heel groot verschil zijn. We kunnen, de dual energy stelt ons ook in staat om de dosis van jodiumhoudend contrast um, die we toedienen aan de patiënt serieus te verlagen. Dat is belangrijk, want we zijn een ziekenhuis met een grote afdeling geriatrie. Maar er is ook ja, tegenwoordig meer en meer vergrijzing. Um, dus ja, de nierfunctie van de algemene bevolking gaat ook wel wat achteruit gaan daardoor. We kunnen ook meer en betere onderzoeken doen um, als het onderzoek eigenlijk half mislukt is. Dus vroeger ja, als de CT-scan mislukt was, dan was het zo. Dan moesten we ofwel een, een, een nieuw onderzoek voorstellen um, na enkele tijd, of we wisten niet goed wat we moesten doen. Um, maar nu gaan we eigenlijk een aantal zaken kunnen rechtzetten achteraf. Dan hebben we ook nog ja, reconstructiealgoritmes zoals IMR, die ons zeer mooie beelden geven, zeker voor weken delen. Die ga ik ze ook nog tonen. Um, <tossimus> maar dus zoals aangegeven is um, de beslissing om dual energy te gebruiken, gaat je maken ja, na je CT-scan, in de meeste gevallen. Ja, dus het is niet dat je je, gaat je klinische inlichtingen krijgt van de klinicus en die gaan bepaalde zaken vragen, maar je gaat heel weinig op voorhand kunnen zeggen van ah ja, ik ga dual energie gebruiken. Nee, en ga je gaat achteraf zeggen van oei, ik heb dit gezien, nu gaan we dual energy gebruiken om het verder uit te werken. <tossimus> Dus ja, we kunnen doen bij als er een contrastexervasatie is, kunnen we het uh, weken delen aankleuring eigenlijk boosten. door gebruik te maken van die uh, mono e lage kefbeelden. Als we verkeerd getimed hebben in angio CT-procedures, kan een menselijke fout zijn, maar ook een probleem met de bolus triggering waar het toestel zelf een in de fout is gegaan. Dat kunnen we ook recht met die lage mono kefbeelden Kies of wel letsels gaan we kunnen um, differentiëren en, en veel beter in detail kunnen bekijken. pancatitis en causa nota gaan we kunnen kijken van ja, er zijn geen opaque stenen te zien op CT, maar heel vaak zien we dat achteraf op ecografie: dan ja, er zijn toch stenen, het is toch een biliaire pancreatitis. We gaan dan nu ook op de CT's kunnen kijken: van ja, er zijn toch ook cholesterolstenen aanwezig, terwijl we het eigenlijk vroeger niet konden zeggen. Bijvoorbeeld, wat we ook nog kunnen doen, is perfusiebeelden maken. Dat is vooral interessant eigenlijk als je negatieve CT's zetten voor longenbolen. Dus je hebt je patiënt door de huisarts verwezen voor een CT-longenbolen. Je maakt dat negatief, maar je bent altijd nog eens blij dat je dan de perfusiebeelden er kunt naleggen dat je ook geen wichtvormige perfusiedefecten ziet en dat je 100% zeker bent dat je de patiënt toch niet met longenbolen terug naar huis stuurt. Ook de beperking van de dosis jodiumhoudend uh, contrast is belangrijk. Dus onze angiocetesca van de halsvaten uh, doen wij nu met 50 cc contrast. We kunnen zelfs een stuk lager gaan als de patiënten echt niet insufficiënt zijn, naar 20 cc, terwijl we vroeger uh, 80 cc gaven. Voor de rest gaan we ook, belangrijk is dat bij mensen ja, met een GFR van rond de 45, hè, de theorie die we als grenswaarde nemen. Ja, patiënten met een GFR van, van 43, wat gaat je daarmee doen? Ga je die nog contrast geven of niet? Nu gaat je eigenlijk kunnen kiezen, ofwel doe je die blanco-CT, ofwel gaat je zeggen, ja, in plaats van 90 cc-contrast gaan we 20 cc-contrast gebruiken en gaan we toch nog diagnostische beelden hebben. Dus dat is in die verouderende bevolking, is dat ook wel heel belangrijk. En gaat je Op sommige, ja, sommige ct scans gaat je dan meer indicaties creëren om patiënten. Onderzoek te kunnen aanbieden die voorheen niet mogelijk waren. Ik kan nu gewoon een aantal casussen tonen. Ik denk dat dat ook wel altijd leuk is. Um, het zijn een paar casussen die ik heb verzameld over de, de laatste maanden, maar ik heb er eigenlijk nog veel meer, omdat ik elke dag wel ja, interessante dingen zie en zaken waarbij de dual energy mij, mij helpt. De eerste casus is een 90-jarige man. Hij werd overwezen door de huisarts met heupijn aan de linkerkant. Op de erectie met we metastatische blastische botletsels in de onderste pubiszak links. Nu, die man had een, uh, ja, een nierinsufficiëntie. Een geef van rond de 40. En de huisarts zei tegen ons: van, ja, doe maar ineens, ct thorax-abdomen voor staging, want die man is nu in het ziekenhuis. Houdt u eventjes daar en profiteert ervan, want het is moeilijk om hem terug te krijgen. Dus we hebben dan dat onderzoek uitgevoerd met 25 cc humoron voor thorax en abdomen, hè, Dus um, voor een staging. Hier aan de linkerkant zien jullie conventionele CT-beelden, wat het, ja, een zeer zwakke aankleuring toont. Als we nu die mono-elage kefbeelden gaan gebruiken, kunnen we eigenlijk het contrast boosten in de parenchymateuze organen, hier in de venen, de aorta en de nier, en gaan we eigenlijk meer uitspraken kunnen doen. De tweede casus is een 34-jarige uh, patiënt... die een partiële of subtotale extravasatie van contrast heeft gehad tijdens het onderzoek. Dus ja, natuurlijk, uw CT-scan die, die stopt niet als je een contrast uh, extravasatie hebt. Uh, maar dat is natuurlijk ook altijd juist op het juiste moment dat, die, dat het verkeerd gaat. Het conventioneel CT-beeld bij deze patiënt toont eigenlijk een quasi blanco ct scan hè. Je zou denken dat er daar geen contrast in zit. Nu, ook hier gaan we weer met die mono-E... Lage kefbeelden, dan gaan we de parengemateuze organen kunnen boosten, hè? lever, milt, aorta. Het is beter te zien op de coronale beelden, waarbij we eigenlijk onze differentiatie van de nieren beter zien, maar ook als je het verschil in densiteit ziet, tussen elkaar en inferior, aorta, um, heb je toch wel een heel mooi verschil nog. En kun je toch nog wel deze patiënt... Hè? want anders zou je moeten zeggen van oké het is een extravasatie geweest, we hebben u gescand, maar we hebben te weinig informatie, dus we moet het onderzoek herhalen binnen enkele dagen, of misschien de dag zelf, dat is natuurlijk niet ideaal. En om eventjes aan te tonen, bij deze patiënt was het contrast best wel groot, uh, op niveau van de elleboog. Dus was CL, het was eigenlijk een subtotale extravasatie en toch kunnen we deze beelden nog bekomen. Casus 3 is een 65-jarige patiënt. Er uh, werd gedacht aan een, een linkszijdig subclavian steel syndroom. Er is een probleem geweest met de bolus triggering. Dus de patiënt is eigenlijk, eigenlijk heeft het scan getriggerd op de artefacten in de Vena cava superior um, en te vroeg gescand. We hebben daarna, omdat we natuurlijk een snelle rotatietijd hebben, opnieuw, meteen opnieuw gescand. En dan hebben we nog de veneuze fase. Hè. Dus we hebben eigenlijk um, één contrastdosis gegeven. Nu, als we het verschil zien... Dit zijn de conventionele beelden. En daarop kun je eigenlijk ja, weinig uitspraken doen. Hè. Um, je zou kunnen denken dat deze zone een beetje hypodenser is. Nu, als je gaat kijken naar die, die mono-en-lage kefbeelden, zie je hier de trombus in de proximale linkerartia subclavia heel mooi zitten. En Hierop durf ik 100% zeker, zeggen, zeker met die kliniek, van ja, daar is een trombose aanwezig, een geoccludeerd segment. Uh, hierop zou ik dat niet durven zeggen. Interessant is een beetje de metingen van de uh, Hounsfield-units. Dus dit is op de conventionele beelden, dit is op de lage Kev-beelden. Je ziet dat er ook een verschil is op de conventionele beelden. Dus de average is hier 80 in dit segment, hier uh, 50. En, maar toch kun je daar bijna geen verschil op maken. Het menselijke oog kan eigenlijk het verschil bijna niet weernemen. Terwijl op die lage kefbeelden is eigenlijk het verschil. Dat zijn natuurlijk geen absolute handselingen. Maar het verschil is wel veel groter. Dus het menselijk oog kan hier perfect een onderscheid maken tussen een lumen dat patent is en een lumen dat geocludeerd is. En Vandaar is eigenlijk het onderzoek ook in onderzoek afgelopen en moet je niet met rode kaken bij vasculaire chirurg gaan zeggen van ja, het onderzoek is mislukt. Stuur de patiënt nog eens terug morgen voor een nieuwe scan. De vierde casus is een 54-jarige dame met een letsel dat moest op punt gesteld worden. Als we hier de conventionele beelden zien links en de lage kefbeelden rechts, zien we eigenlijk weinig verschil in deze component van het ovarialetsel. letsel. Maar gaan we meer naar craniaal kijken in het ovalje letsel, zien we hier op de conventionele beelden pff, misschien lichte inhomogeniteit hier. Nu Op die lage kefbeelden zien we hier een duidelijke vasculaire component waar we niet naast kunnen kijken. We kunnen dan ook de maps gebruiken. En daarmee zien we dat we inderdaad te maken hebben met een partiel kistisch, parcieel solide letsel, achteraf bewezen kistadenoom van het ovarium. En belangrijk is dat je daarbij ziet dat deze component een kistische component is, relatief hoge densiteit, dus dat is een proteïne-rijke kistische component van het kistadenoom, Maar het toont op de jodiummaps geen aankleuring, dus is zeker geen component. Maar als we meer craniaal gaan kijken in het letsel, is hier ja, een best wel hoge uh, uptake. 1,11. Dus dat wijst op een fors vasculaire component in die massa. En vandaar dat we wel kunnen denken dat het de kist adenom is. De grenswaarde die we meestal nemen is 0,8 mg per milliliter. En daar zitten we duidelijk boven. Om je een voorbeeld te geven, op niveau van de rectus abdominis is de aankleuring slechts 0,23. Dus het is best wel een zeer vasculaire component in ons ovarie letsel. En daarmee kunnen we natuurlijk de, de gynaecoloog veel meer informatie geven. Een volgende casus komen we eigenlijk heel vaak tegen in de praktijk. Een 82-jarige man uh, heeft een incidentele bevinding van dit ja, intermediair nodulair letsel uitgaande van de linker nier posterieur. En dan, als we daar gewoon een conventioneel CT hebben gedaan, ja, dan zitten we vast. Wat gaan we doen? Een follow-up CT voorstellen, een MRI voorstellen. Is het een potentiële of hemorragische kiste? Is het een RCC? We weten het niet goed. Nu gaan we gewoon zeggen, oké, okay, we plaatsen onze magic glass erop voor onze dual energy informatie, want we hebben die toch bij elke patiënt. Dat toont al op de, mono, de lage kefbeelden dat de densiteit al serieus gezakt is. Toont op de virtuele blanco beelden een spontane hyperdensidadodule. En op de iodiumbeelden um, is er nagenoeg geen iodiumopname. Dus daarmee kunnen we dit karakteriseren als een proteïnerijke of hemorragische kiste. Case closed. Hè? Dus bij deze patiënt is er geen follow-up uh, nodig. Je moet ook niet aan de huisarts gaan zeggen van ja, kijk, ik weet het niet goed wat het is. Um, je kunt gewoon zeggen met 100% zekerheid is het een proteïnerijke of hemorragische kiste. En um, daarmee is de kous af, hè, want het is iets wat best wel vaak voorkomt. Um, dit is een ander voorbeeld van een 56-jarige patiënt. Opnieuw hetzelfde: geen iodiumopname, spontaan dens op de blanco-beelden. En dit zijn eigenlijk beelden, hè, want ik wil even uh, verduidelijken: dat dit zijn gewoon portaalveneuze uh, scans. Hè. Dus de patiënten hebben eigenlijk maar één scanfase gehad, maar toch kunnen we al deze informatie daar eigenlijk uitkrijgen. Dan Een 57-jarige patiënt werd verwezen door de huisarts op van een chronische hoest en inspanningsdispneu sinds meer dan zes maanden. is ook gewoon gescand als een normaal CT-thorax, dus geen longembolieprotocol. Maar je ziet al op de mono-E-beelden dat je eigenlijk een soort van angio-CT krijgt, ook al heb je een gewone CT-thorax uitgevoerd. En hier de Z-effectief beelden en ook de iodine-water tonen eigenlijk een heel mooi, wichtvormig perfusiedefect in de rechterlong. En dan zien we hier een kleine zitten. Dus in principe, we gaan niet veel centrale longenbolen missen, maar het is altijd nuttig voor de kleinere embolen om ook te gaan kijken naar die perfusiemaps, om dan er toch kleine longenbolen te kunnen uithalen en met grotere zekerheid te kunnen zeggen ook dat er geen longembolen zijn, bijvoorbeeld. De achtste casus gaat over een 33-jarige patiënt. heeft een pankias adenocarcinoom met levermetastasen. Dit zijn de gewone conventioneel CT-beelden. toont een klein nodulair hypodensletsel. Voor de rest zie je eigenlijk niet veel verschil. Nu, op die lage kefbeelden opnieuw gaan we de mooie perfusieveranderingen zien rond die metastasen. Perifere van die metastasen zie je die perfusieveranderingen. En we weten dat soms bij die pancreascarcinomen met kleine metastasen dat er voornamelijk heel veel perfusiedefecten te zien zijn, maar dat je de letsel zelf moeilijk ziet. Nu, vandaar is het ook belangrijk dat je die perfusiedefecten mooi kunt zien. Dit is een vergelijkend beeldje van dezelfde patiënt. Een, een axiaal T1-dixon, dus vat arteriële scanfase toonden toen ook al die heel kleine metastasen met heel duidelijke perfusiedefecten. Dus het is wel nuttig dat we die ook van gewone ct scan kunnen zien. Dus nogmaals, deze is ook ja, gewoon één scanfase geweest. Ja, is het dan mogelijk om ook informatie te zien die we niet met conventioneel CT kunnen zien? Dit is een voorbeeld van mezelf. Um, ik heb een aantal maanden geleden een forse enkeldistortie gehad. Uh, ik heb mij dan op de MRI gelegd op een zaterdag, want ja, als je radioloog zei dan, 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 dan lukt dat nog wel. Die toonden eigenlijk een uh, ja, forse hydrops. Talenaviculair en bottedem in de talus. En dan dacht ik van ja, er wordt gezegd met de Dual van we kunnen botten zien, laten we dat zelf eens proberen. Ik kan eigenlijk ook uitsluiten, omdat er hier een klein niveaubeeld was, een kleine hematroos, wat er ook een microfractuur ergens was of zo. Um, dus heb ik een CT-scan uitgevoerd en de ct toonde eigenlijk, hè, want is, er zit eigenlijk maar een kwartiertje tussen. Uh, de CT-scan bevestigt dan mooi dat botten in de talus, op exact dezelfde locatie als op de MRI. Dus daarmee heb ik zelf besloten dat de calciumsuppressie wel degelijk uh, werkt. En dat het heel nuttig kan zijn. Hè. We zien natuurlijk op MRI, enkels voeten we heel vaak bottideem in de cuneiformia, uh, os naviculariscobioum. Uh, en dat is nuttig om, om, om aan te geven. Dat bottedem van ja, waar de patiënten exact last van hebben. Uh, ook nuttig om aan te geven, je hebt een, heb een knie met een, een doorgemaakt torsietrauma. Het patroon van bottedem gaat u tonen welk trauma het is geweest, het is een pivot shift geweest bijvoorbeeld. En dat gaan we dan kunnen visualiseren. Dus het is wel nuttig. Het tiende casus is een, een 88-jarige patiënt met epigastische pijn. Op de gewone conventionele CT-beelden zien we een licht wazige afleiding van de galblaaswand. want het is op deze koepen niet heel mooi zichtbaar, maar ik zie eigenlijk helemaal ja, geen radiopake stenen. Als het de vraag is, als de patiënten zijn met, met cholecystitis, pancreatitis, gaan we ook altijd eens een keer kijken dat we op z effectief geen bijkomende informatie krijgen. Nu, op de z effectief zien we deze structuren die hier in oranje zijn, uh, normaal gezien heeft de funus van de galblaas heeft een normale gele kleur. Dus dit zijn eigenlijk allemaal galstenen, cholesterolstenen die opgestapeld liggen. Mooie bergen van stenen, die te zien op de echografie bij dezelfde patiënt met ook de galblaaswandverdikking. van Dus het geeft ons natuurlijk extra en belangrijke informatie. Is het dan ook mogelijk om mooiere beelden te hebben met een lagere dosis? Elke casus is een 32-jarige patiënt um, met een helaas niet uh, miskende endocarditis op spoed. Komt dan zeven dagen later terug met een uh, hemibeeld. Je kan gewoon eens tonen. Um, normaal gezien heb je hebt de, de normale reconstructies één millimeter hier. Dus vroeger moesten we kiezen met CT hersenen. Ofwel deden we dikke koepels um, en dan misten we van alles. Ofwel deden we dunne koepels en dan hadden we heel ruizige beelden. Ik weet nog tijdens mijn opleiding. Was er een van mijn supervisoren en um, die, ik had een koloïdkiste beschreven en hij zei van, ja ik zie dat helemaal niet, ik geloof dat niet, komt dat eens tonen. En dan zei ik, ja professor, je moet ook op de dunne koepels kijken. En dat is een beetje de, wat we vroeger deden. We gingen heel vaak naar de dikke koepels kijken, maar de dunne koepels bekeken we niet, omdat ze waren ruizig waren. Nu met de nieuwe E.M.R. reconstructies krijgen we heel mooie... Die E.M.R. dient eigenlijk om de signaalruis te verbeteren, de ruis uit de beelden te halen. En dan zien we eigenlijk, krijgen we heel fijne koepels die een heel mooie differentiatie tonen en die heel weinig ruis tonen die ons ook meer gaan tonen. Dus bij deze patiënt zien we hier deze focale hypodense zone in de nucleus ventricularis aan de rechterzijde. Ja, dus een van de, ja, op een blanco scan gaan we die obscuratie van de nucleus ventricularis soms zien als teken van een mediatrombose. Deze patiënt had ook een mediatrombose, um, maar dit letsel ja, kun je op de normale reconstructies niet zien en op de dikke koepels gaat je ze waarschijnlijk ook missen. Om je een voorbeeld te geven, wij krijgen deze plaatjes. Um, 1 mm reconstructie zonder ruis. We bekijken al onze hersenen nu met 260 axiale snedes, in plaats van vroeger 30 of 40. Een andere casus is een 51-jarige patiënt uh, met lumbale pijn. Ik wil gewoon maar eens even aantonen. Die MR constructies kun je eigenlijk, als je je uh, intervertebrale discus gaat bekijken, gaat je annulus fibrosus iets denser van de structuur dan een nucleus pulposus. En je gaat, eigenlijk al, dat on... Allee, gaat er eigenlijk al wat kunnen zien, een beetje een MR-achtig beeld. En dan zien we op niveau l 5 s1 hier... Discus hernia ja, medialateraal links met compressie. En dat, dat hoeft niet te gaan tegen een, uh, een ernstige dosis, want hier is de patiënt is gescand met een dosis van een, een DLP van minder dan 300. Hè, dus dat is wel een lage dosis. Dit is een voorbeeld van een coronaire CT, waarbij we die IMR-reconstructies ook gebruiken om de ruis weg te werken. geven geeft ook heel mooie plaatjes. Uh, Rolf heeft ook nog getoond. En dan nog een woordje ja, over ioniserende straling. Initieel, als ze bij ons Dual Energy kwamen voorstellen, of het nu Philips was of andere vendors, ik dacht altijd meteen van ja, Dual Energy is, is dubbel energie, dus het zal wel een hogere dosis geven. Um, bij ons is het in tegenstelde, het, het feit dat onze dosis is serieus verlaagd is dat we Dual Energy gebruiken. Dus onlangs nog een studie verschenen, um, waar 12 miljoen, miljoen ja, Zuid-Koreaanse patiënten um, zijn bekeken geweest. En heeft nog eens bevestigd dat CT-dosis wel degelijk een kans geen effect kan hebben. Dus dat we maar beter uh, zo laag mogelijk kunnen scannen als het mogelijk is. Maar dus, hoe, hoe, zijn we eigenlijk nu, hoe zitten we nu met een lagere ioniserende stralingsdosis, ondanks dat we dual energie gebruiken? We gebruiken die blanco, uh, die virtual non-contrast, dus die virtual blanco-beelden, die hebben bij ons onze echte blanco-CT's vervangen. Hè. Dus trifasische CT's voor de bifase CT's. Um, heel vaak gaan we gewoon veneus scannen en gaan we toch nog door die lage kefbeelden ja, informatie krijgen over perfusie, veranderingen en zo. Dus ja, we hebben daar eigenlijk heel veel winst mee gemaakt. Um, die EMR-reconstructies ja, geven een hogere signaal-ruisratio. Dus minder ruis, dus kunnen we ook de dosis gaan verlagen. Dat hebben we bij onze CT van de zuilen bijvoorbeeld gedaan. En ja, we hebben natuurlijk, door die dual energy hebben we veel vaker um, hebben we zekerheid um, en zijn we veel accurater in de diagnoses. Dus ja, we moeten geen echte follow-up examinations doen, niet altijd voor banale problemen naar, naar MRI doorsturen, maar ook voor iedereen zijn MRI-wachtlijsten goed is. Dit is een overzichtje van het uh, DLP. Dat wij gebruiken sinds de iCon. Ik zeg ook altijd, gebruik lage dosis wanneer, wanneer mogelijk. We doen CT-scans van het aangezicht tegen lage dosis. Als het gaat om trauma, wij geven een DLP van 60. Ik heb ook soms ziekenhuizen gezien die nog 700 geven. Dus er zit eigenlijk nog heel veel, heel veel verschil op. Maar nu de, de gemiddelde DLP's die we gebruiken, ik heb hier altijd de, de P-waarde van het FANC. In België is dat het Federal Agentschap van Nucleaire Controle. En die geven eigenlijk elk ziekenhuis in België elk jaar een rapport van Hoeveel dosis heb je gemiddeld en waar zit je ten opzichte van de andere ziekenhuizen en de Europese norm? Um, en dus die P25 wil eigenlijk zeggen dat er 25% van de scans met minder dosis zijn gebeurd en 75% van de scans zijn aan een hogere dosis gebeurd. Dus voor CT van de hersenen zitten we eigenlijk rond de 550, 600 um, milligray, maal centimeter. Uh, terwijl die p 25 van het vank is op 646. Hè? Dus dat wil eigenlijk zeggen dat uh, 85% of zo so van alles kan gebeuren. we hebben een hogere dosis als onze CT-hersenen, ondanks die mooie beeldjes. CT van de cervicale zuil zitten we op 180-200. De P25 van het vank is 229. CT-lumbale zuil zitten we rond de 400. En de P50 van het vank is 446. Uh, CT-thorax zitten we op 175. P50 van het vank is 199. En ook CT. Toraxadomen zitten we eigenlijk op de P25. He, dus ik wil nog altijd zeggen dat 75% van de CT-thoraxadomen die gebeuren, ondanks dat wij Dual energy gebruiken, kan een hogere dosis gebruiken dan wij gebruiken. Verder hebben wij ook onze uh, mas gelimiteerd voor, voor bepaalde CT-onderzoeken, wat voornamelijk van belang is bij patiënten die heel obees zijn. Dus we hebben tegen het toestel gezegd van oké, okay, uw mas mag tot daar gaan, niet verder. De toestel geeft dat ook aan voor het scannen van oké, okay, ik mag hier van u niet verder gaan, voor ons heel goed. Maar met de nieuwe reconstructiealgoritmes krijgen we eigenlijk ook heel mooie beelden. En blijven onze dosis bewaard. Ik had vandaag nog een CT-scan van een abdomen. Um, een obese patiënt heb ik een DLP van 500 gegeven. En die had, uh, op een CT-scan twee jaar geleden was dat 1100. Hè? Dus is wel een gigantische reductie dat we soms bekomen met de nieuwe technieken. Is dan zo'n lage dosis CT-scan altijd vreselijk om naar te zien? Dat denk ik niet. Dat is een voorbeeld van een CT van een cervicaal wervelzuid. Het is natuurlijk een slanke nek, dat wel. Uh, maar het toont toch heel mooi deze posterior discus Met de IMR krijg je ook een heel mooie, je hebt een mooie differentiatie tussen je uw, uh, uw discus en eigenlijk uw, uh, uw en ja, je Durazak. Gaat, je, gaat, je, je moet dat zien eigenlijk om te geloven, maar gaat, je gaat een mooie differentiatie krijgen. En je ziet hier de DLP schommelt rond de 150 voor de scan zelf, wat absurd laag is natuurlijk. Dus lage dosis hoeft niet altijd een vreselijke beeldkwaliteit te zijn als je van de nieuwste technieken gebruik maakt. Ah, bedankt alvast voor jullie aandacht. Zijn er nog vragen? Dank u wel, dokter Torfs. Uh, ik zie in het uh, QA-blokje geen enkele vraag staan. <laughs> Ja, dat kan twee dingen betekenen. Ik denk dat ik het maar goed uitleg. Dat, dat, uh, dat de uitleg van uh, dokter Torfs en misschien van mijzelf. Uh, uh, ja, zodanig waren dat er uh, geen, uh, geen reden is voor vragen. Mocht die er wel zijn, wat ik me wel kan voorstellen. Uh, schroom niet. En uh, ik denk dat u allemaal wel. Uh, ik denk dat u allemaal wel. Um, um, uh, contacten binnen Philips heeft, binnen Philips Nederland. of Philips België, of Philips, uh, Philips Benelux. waar u een vraag zou. Uh, uh, kunnen, kunnen stellen. Er komt, er komt één vraag binnen. Ik zal hem even voorlezen. Hoe future proof? Zien jullie uw, hoe zien jullie uw 4 centimeter detector? Ten opzichte van de 16 centimeter-detectoren van de concurrent. Dr. Torf, zou u daarop kunnen antwoorden? Ja, Ik zal daar even onze ja, bevinding in praktijk voor tonen. Hè. Dus het is inderdaad zo, een aantal jaren geleden ging het altijd om meer slices en om grotere detectoren. Um, het is nu zo: uh, wij, zijn natuurlijk, wij zijn natuurlijk een, een kleiner PV-centrum, maar wij doen meestal wel rond de vijf, zes cardio-CT's per week. En we hebben eigenlijk nog daar geen nadeel van ondervonden, omdat de rotatietijd is zo snel, dat we ondanks die vier centimeter detectors uh, bij, de, bij ja, de meeste patiënten die een juiste indicatie hebben voor een cardio-CT bijvoorbeeld, dat we er eigenlijk nooit grote step-artefacten zijn of, uh, of andere zaken. Dus een, voor ons... We hebben eigenlijk van de 4 centimeter detector, het klinkt natuurlijk he, theoretisch van oei, dat is een heel klein detector. Maar we hebben daar nog nooit een nadeel van ondervonden: de rotatietijd en de pitch en zo, dat die heel veel, uh, heel veel goed maken. Dank u. Er is nog een vraag over, uh, in ieder geval een compliment dat het een, een aardige presentatie was. Is deze ook nog beschikbaar uh, voor demonstratie en dergelijke aan collega's? Uh, ik ben net ingefluisterd door de, de heren die ons supporteren van de, van de webcast. En uh, dat zou toch begin volgende week, maandag, dinsdag, zou dat beschikbaar uh, moeten komen. Oké, okay, dan uh, ik zie geen meer vragen binnenkomen. Dan uh, dank ik u hartelijk voor het uh, spenderen van uw vrije tijd, voor het bijwonen van deze webinar. En uh, hopelijk uh, nog een fijne avond en uh, hopelijk tot ziens. Dank u. Dank u wel.